Het einde van de reguliere competitie in de Pro League nadert met rassen schreden. En ook de bekercompetitie zit in zijn laatste fase. Het Eupen van Stef Peters is een verrassende halve finalist. Ook Anderlecht en Hannes Delcroix schaarden zich bij de laatste vier. En in mijn zetel zit een echte bekerheld. Eentje die de cup als jonge snaak 16 jaar geleden de lucht instak. Welkom bij 11 Corner. Mohamed Soudi. De tijd vliegt, hè. 16 jaar geleden dus de beker gewonnen met Germinal Beerschot. Ja, 16 jaar geleden. Ik denk ook 16 kilo's geleden. Dus het is al even geleden. En, ik heb nooit het geluk gehad om een titel te halen of de titel in België of Nederland te winnen. Dus, dat is wel het hoogtepunt van je carrière dan? Ja, denk het wel. Ik heb dan nog een bekerfinale met Kortrijk gespeeld. Jammer genoeg wel verloren. Maar die bekerwinst in 2005 was wel een van de hoogtepunten. Gisteren waren er al twee kwartfinales van de Belgische beker. Eupen tegen Gent en Anderlecht tegen Cercle Brugge. Heb je gekeken? Ja, uiteraard. Toch verrassend. Zeker Gent in een unieke kans om hun seizoen toch nog wat kleur te geven. Ja, zijn ze daar toch wel pijnlijk onderuit gegaan. En Anderlecht, daarentegen, ja, zij willen absoluut Europees voetbal. Enorm belangrijk voor de club. En als je de wedstrijd zag, uiteindelijk wel verdiend. Wel dominantie. Tweede helft wel enorm veel geluk met kansen. Ik wil beginnen met Gent. Straks bellen we ook nog met Stef Peters. Maar was je eigenlijk verrast door die uitslag? Ze hebben in de competitie ook nog niet gewonnen tegen Eupen. Dus op dat vlak is het niet zo verrassend. Nu, Gent is gewoon... ze al 20 wedstrijden hebben ze verloren dit seizoen. Dat is ongelooflijk. Dat is dat al 15, 20 jaar geleden is dat gebeurd is bij Gent. Dus... Ja, het is enorm pijnlijk. Het is vooral de manier waarop. Vooral in de tweede helft een groot verval. En dat is toch wel vaak dit seizoen. Dat ze bij momenten wel heel dominant zijn, maar dan andere momenten heel slecht uit de kleedkamer komen. En dan de wedstrijd uit handen spelen. Van Haasbroek is er sinds begin december. Had jij de impact van de komst van hij niet iets groter verwacht? Om eerlijk te zijn, had ik de impact wel groter verwacht. Nu, ik denk ook wel als Heijn van in het begin van het seizoen er was, dat ze misschien wel 6-7 punten meer hadden gehad. En dan hadden ze nog voor play-off 1 kunnen voetballen. Anderzijds moeten we misschien wel helemaal teruggaan naar de beginfase van de competitie. En je afvragen of het ontslag van Torp wel terecht was. Ja. Gisteren die wedstrijd, Laurent de Poitre, die zat wel in de selectie, maar blijft dan 90 minuten op de bank. Ook ja, als het recht omspant, dan zou je hem toch kunnen brengen als een soort stormram. Dat gebeurde niet. Ja, dat is toch een beetje vreemd. Het is ook een kampioenenmaker van Hein van Haasbroek geweest. Ja, zeker. Maar de Poitre is iemand die nooit echt heel, heel veel heeft gescoord. Het is meer een speler die een ploeg laat opschuiven, weegt op een defensie. Op dit moment kiest hij eerder voor een bewegelijke speler zoals Tissot Dali, Yaremchuk. Die toch wel veelzijdiger is dan de Poitre. Ja, de Poitre heeft ook heel veel blessures gehad de voorbije maanden, jaren eigenlijk. En is het misschien toch wel het beste van zichzelf wel een beetje verloren. Ja, niet meer de blikopener van Weleer. Het seizoen van Gent zit er eigenlijk toch een beetje op. Maar Hein van Haasbroek, ja, die spreekt dat dan meteen tegen. Die wil nog volop voor die play-off 2 gaan. Geloof je dat het nog lukt? Ja, we staan 4 punten achter op Beerschot, zeker. Die nog steeds achter staan. Oh, ja, de komende wedstrijd is cruciaal. Hè. Als ze die wedstrijd verliezen op maandag tegen Oostende, dan zie ik ze niet meer in de top 8 eindigen. Dan hebben ze een lange vakantie. Dan hebben ze een lange vakantie. Maar hij heeft ook al gewaarschuwd. In het geval dat ze de top 8 niet halen, het seizoen erop zit, dan gaan ze gewoon blijven doortrainen. Dan is het geen vakantie. Een strafkamp. Ja, dat is misschien toch een beetje een wake-up call voor de spelers ook. Hè. Dat geen fijn, het is niet fijn om te trainen en dan geen wedstrijden te spelen. Als je dan van midden april tot misschien midden mei moet doortrainen zonder wedstrijden te spelen, dat is echt niet fijn. Nee, oké. Okay. Het avontuur in de beker zit er voor Gent op. Voor Anderlecht niet. Die beker verder na een 1-0 zege tegen Cercle Brugge in de kwartfinale. We bellen met Hannes Delcroix. Hey Hannes. Hey. Zeg, proficiat hè, met dat ticket voor de halve finale in de Belgische beker. Je was er zelf niet bij. Hoe heb je die wedstrijd beleefd van in de tribune? Ik was gewoon live gaan kijken in het stadion. Ik vond dat het een match was met veel kansen. Dus het was een beetje op en neer. Vooral de tweede helft dan. Ik ben zeer blij met de overwinning. Het was wel spannend, hè, Mo. Ze hadden echt wel nood aan een heel goede Wellenreuter om ervoor te zorgen dat die wedstrijd niet minstens een half uur langer duurde.
Ja, zeker in de tweede helft waren er toch wel wat kansen voor Cercle Brugge, voornamelijk voor Denki. Dus ja, daar was echt wel een goede welruiter voor nodig. Maar in de eerste helft hebben ze bijna niks weggegeven. Anderlecht hadden ze echt wel het overwicht zonder heel veel kansen te creëren. Maar er was wel veel drang naar voren. En ja, twee keer op rij gewonnen nu. Dus dat is wel een opsteker zo naar het einde van de competitie toe. Ja, Anders, jij bent iemand die vrijwel altijd je cool lijkt te bewaren. Was dat gisteren nu ook als toeschouwer in de tribunes van het Lottepark, wanneer er toch kans na kans volgde van Cercle Brugge? Ja, ik ken ja, onze ploeg heel goed en ik weet ook al zijn er wat kansen. Ik denk dat ik nog steeds vertrouwen heb in onze ploeg. En ik was eigenlijk niet echt op een moment zenuwachtig of zo. Dus nee, ik had vertrouwen in de ploeg dat we toch de overwinning gingen behalen. Ja, de kwalificatie voor die halve finale die hebben jullie. Vorig weekend een mooie 1-3 zege op Sclessin behaald. Is de rust op Neerpeerde teruggekeerd? Rustig is het nooit. Zeker niet op de trainingen. En ja, nu hebben we eens twee keer gewonnen. Dat is heel goed voor ons vertrouwen. Dus, dat wil nu ook niet zeggen dat we het nu rustiger aan moeten doen. We moeten gewoon steeds hard blijven trainen en de focus goed behouden om de volgende wedstrijden zelfs nog beter te doen. Ja, die 1-3 zege op Standaard was waarschijnlijk wel een opsteker. Voor de neutrale toeschouwer was het geen fantastisch mooie topper. Jullie hadden ook maar 35% balbezit. Was het een bewuste keuze van coach Kompany? Wij gaan altijd naar een wedstrijd met de bedoeling om veel balbezit te creëren en veel balbezit te hebben en veel kansen te creëren. En ja, nu was het ietsje minder in balbezit. En ja, dat gebeurt ook wel eens dat er zo'n wedstrijden zijn. Dus ik denk niet dat dat een tactische keuze was. Maar ja, we moeten ook in balverliezen goed staan. En dat hebben we ook vandaag laten zien. In de topmatchen tegen de G5 hebben jullie enkel nog maar verloren van Club Brugge. Gewonnen ook thuis tegen Antwerpen nu, dus gewonnen op Standaard. Vaak ook wel door een iets behoudendere aanpak. Ik denk dat een verdediger daar misschien ook wel extra van kan genieten, omdat hij dan meer duels kan aangaan. Ja, ik denk dat is het job als verdediger zijn. Zoveel mogelijk duels winnen. En geen grote tegen krijgen. En, maar ja, natuurlijk, als je meer job hebt als verdediger, voor ons in het algemene beeld is dat natuurlijk niet zo goed dan. Maar voor ons, wij zitten daar niet te veel in, want daar zijn we voor. En, voilà. Ja, ik snap wel wat hij wilt zeggen, dat je natuurlijk als verdediger, als je wat meer druk krijgt, dat je jezelf wat vaker kan onderscheiden op defensief vlak. Maar wat bij Hannes opvalt, is dat hij heel weinig gele kaarten pakt. Nog maar één gele kaart gepakt, veronderstel ik, Hannes. Ja, ja. Tegen Moes Kroen had ik gezien. Dus dat is wel straf, dat een centrale verdediger maar één gele kaart pakt op 22 wedstrijden. Ik als middenvelder pak dan er veel meer in de tijd. Dus dat is ook wel iets over, zegt wel iets over zijn manier van verdedigen. Ja, hard maar fair, op een clean manier. En ook altijd zijn cool bewaren. Ook al, ik zie hem ook wel eens een keer naar de scheidsrechter gaan, maar altijd op een beleefde manier. Ja. En, dat is, wel, is dat iets waar je ook zelf bij stilstaat, hè? Zo weinig mogelijk kaarten pakken? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd nooit aan. Soms maak ik fouten en dan is dat toevallig geel. Dus het is niet dat ik denk van, oh nee, gele kaart. Ik probeer zo goed mogelijk gewoon met mannetjes te staan. En als er een fout wordt gemaakt, dan is dat zo. Als dat geel is of niet, dat is dus zo. Dus het is niet dat ik zeg van, oh nee, geel kaart. Nee. Oké, de resultaten zijn goed, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg, want die loopt alsmaar leger. We zagen tegen Cercle Brugge Jari Verscharen invallen na een afwezigheid van ongeveer 3 maanden. En Elias Cobout, die mocht meteen starten na zijn enkelbreuk 6 maanden geleden. Dat scherpt de concurrentie voor jouw positie wel een beetje aan. Ja, dat klopt. Nu dat Cobout terug is, is er nu terug meer concurrentie. En, concurrentie is er in principe altijd. Maar we moeten nu gewoon hard blijven werken. Ikzelf en hopelijk
kan ik zo lang mogelijk blijven spelen natuurlijk. Ja, de terugkeer van Cobbout en vooral de terugkeer van Jari Verscharen is wel gekomen. Dat zijn alle twee versterkingen met het oog op wat er mogelijk komt voor Anderlecht, hè, play-off 1. Ja, een seizoen, zeker bij Anderlecht, worden er heel veel spelers gebruikt. En ik denk naar het einde van het seizoen toe, wanneer het money time is, is het echt wel belangrijk dat je verschillende keuzes hebt. En Jari kan zowel op de flank spelen als aanvallende middenvelder. Cobbout is ook, kan perfect als linksachter spelen, maar ook als centrale verdediger. Dus dat is alleen maar goed voor het elftal. Ja. Hoe is het eigenlijk met Hendrik van Kronbrugge? Hij is nog de belangrijkste in de Lappenband. Ik heb al vernomen dat hij, ook al gezien natuurlijk, dat hij ook al op het veld af en toe aan het trainen is. Dus ik denk dat het momenteel goed zit met hem. En we gaan zien wanneer hij terug op het veld zal kunnen staan. Ja, dat is ook meer iets misschien voor play-off 1, als dat lukt. En dat is maar de vraag, hè, want als ik naar het programma kijk van Anderlecht, nu Mechelen, dan Zultewaregem, naar Antwerp, thuis tegen Club Brugge en eindigen doen jullie op Staaien, dus naar Sint-Truiden. Het is een zeer, zeer moeilijk programma. Ja, ik denk dat elke wedstrijd niet altijd makkelijk is. En ja, we moeten gewoon weer gefocust zoals de laatste twee wedstrijden, dezelfde ingesteldheid naar die wedstrijden toewerken. Ja, die uitdaging om play-off 1 te halen begint dus met Mechelen. Ga jij die match halen? Hoe is het met je geteisterde knie? Mijn knie is nu oké. Ik heb vandaag ook op het veld geweest. En, momenteel zit het goed, dus hopelijk kan ik zondag wedstrijd fit zijn. Ja, je hebt wel een beetje schrik gehad dat het iets ernstig was, hè? Wat was het specifiek? Ja, mijn meniscus zat vast, dus ik kon mijn knie en mijn been eigenlijk niet meer strekken. En dan heeft de dokter terug goed gezet. Dus het was even schrikken, maar de scan was positief. Oké, dus de ligamenten niet geraakt. Hoe het ook afloopt voor jou dit seizoen. Het is een seizoen geweest met grote stappen voorwaarts. Ik herinner me de eerste ontmoeting tegen Mechelen in de zomer. Ja, zat je nog op de bank. Nu ben je onbetwist titularis. Er is ook al een debuut geweest bij de Rode Duivels onder bondscoach Martinez. Was dat de proces dat je ook zelf een beetje in je hoofd had? Mijn proces was eerder... eigenlijk, ik ben iemand die meer in het nu kijkt. En voor mij was mijn doel momenteel gewoon spelen voor Anderlecht en veel wedstrijden spelen in de basis staan. En dat is momenteel goed aan het lukken. En dan de nationale ploeg, dat had ik dan helemaal niet verwacht. Dus dat is dan mooi dat mee ook in mijn proces is gekomen. En daar ben ik ook heel fier op. Ik veronderstel dat die hoop echt wel reëel is om eind deze maand opnieuw opgeroepen te worden. Zeker met Bornau, je maatje die net geopereerd is geweest. Cobbout ook al international geweest, maar die komt terug van een zware blessure. Dus ja, dan hoop je toch echt wel dat je erbij bent? Ja, natuurlijk hoop ik dat ik erbij ben. Ik probeer ze mij zo goed mogelijk te laten zien in de wedstrijden. En het zou heel mooi zijn als ik geselecteerd zou worden. En daar werk ik wel naartoe, maar we gaan zien wat het wordt. Ja, anders, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Zo, je bent één keer opgeroepen geweest voor een oefenmatch tegen Zwitserland. Krijg je dan een WhatsAppje van bondscoach Martinez? Of is het een Zoom-gesprek? Hoe kom je dat eigenlijk te weten? Ik kreeg een mail. Dus het was een mail en een bericht dat ik krijg. Dus dan zo ben ik dat te weten gekomen. Wat dacht je dan toen je dat kreeg? Van de teammanager is dat dan natuurlijk. Wat dacht je dan toen je dat kreeg? De eerste keer was natuurlijk anders, want toen kwam ik ook later aan en dan werd ik gewoon opgebeld. Dus dan was ik wel even verschoten, zeg maar. In shock, je geloofde het niet echt? Ja, inderdaad, ik geloofde het niet, want het was om 11:00 s'avonds, of 11:30 zelfs, vroegen ze of ik nog wou komen. En dus ik dacht eerst van ja... Dat niet klopte, maar je dacht dat het verborgen camera was of zo? Ja, ik wist het niet zo goed. Want ze hadden twee keer gebeld. De eerste keer had ik niet opgepakt, omdat het zo laat was. En ik dacht, maar ja. En dan heb ik toch opgepakt de tweede keer. Oké, ik hoop dat je nogmaals telefoon mag krijgen deze maand dan voor die wedstrijden van de Rode Duivels. En ik hoop ook dat het met je knie goed gaat, dat je kan spelen dit weekend tegen Mechelen. En ik wens je nog heel veel succes in de afloop van het seizoen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Anders. Dag. Oké, dag.
Club Brugge, die staan er, ja, dat weet iedereen, er heel goed voor. Hè. Als er geen play-offs waren, dan was Club Brugge eigenlijk nu al de kampioen. Kan er hen nog iets overkomen onderweg? Oh ja, ze hebben nu al 15 punten voorsprong. Ze hebben nog 2 wedstrijden minder gespeeld. Reken, in het beste geval dat ze daar die 2 overwinningen er nog bij zitten, hebben ze 21 punten voorsprong. En je moet rekening houden met de play-off is een verkorte versie, maar 6 wedstrijden. Dus stel je voor dat ze met 20 punten voorsprong zouden starten aan de play-offs. Dat wordt gehalveerd, 10 punten. Er zijn in totaal 18 punten te vergaren. Ja, dan denk ik dat het zo goed als gespeeld is. 1 overwinning zal waarschijnlijk al volstaan. Ja. Om de titel binnen te halen. De supporters van Blauw-Zwart die vinden die voorsprong natuurlijk wel schitterend. Hè? De voorsprong op de rest. Maar wat zegt dat over de competitie in het geheel? Goh, ja, ik denk dat Club Brugge er al enkele jaren nu echt wel bovenuit zit. Vorig seizoen ook met voorsprong eigenlijk de titel behaald. Maar ja, in voetbal kan het snel verkeren. Okay, ze hebben commercieel, sportief op dit moment de sterkste club in België, veruit. Maar dat kan heel snel keren. 1-2 spelers die vertrekken, die slecht worden opgevangen. Een speler die niet meer zijn beste niveau haalt van de voorbije seizoenen. En plots sta je daar toch gewoon te drummen, net als de andere clubs. Ja, het is een decennium geleden dat die play-offs werden ingevoerd. Vooral met de bedoeling om versterking in de breedte te doen van onze Belgische teams. Is dat gelukt? Ik denk dat wel. Ik denk dat heel veel kleinere clubs enorme stappen vooruit hebben gezet. Als je nu ook kijkt naar het format nu. Als je ziet tussen plaats 2 en plaats 12, 13, scheelt maar 7, 8 punten. Ik denk dat heel veel kleinere clubs enorme stappen hebben gezet. Ook op vlak van scouting, professionaliteit, wetenschappelijke benadering van het voetbal. Waardoor zij toch wel de stappen naar bij de topclubs, dichter bij de topclubs hebben gezet. In mijn beginjaren als voetballer, dan ging je naar Anderlecht en was je op voorhand verloren. Of ging je naar Brugge, was je op voorhand verloren als Beerschot zijnde of als Kortrijk zijnde. En dat is nu wel een stuk minder. Hè. Je hebt toch bij die, er is een nivellering, maar er is natuurlijk wel één team dat er nog altijd bovenuit steekt. Dat is één team dat er enorm bovenuit steekt. En als ze naar een nieuw stadion gaan, dan gaat dat misschien nog een paar jaar zo zijn. Maar ik zeg, het sportief kan het door 1-2 spelers zijn die slecht worden opgevangen, kan het ineens helemaal keren. Ja, en je bent dus fan van de huidige competitieformat met dus play-off 1 en play-off 2, top 4 en dan van plekken 5 tot 8. Dat is ingevoerd door corona. Maar jij wilt ook dat dit de volgende jaren behouden wordt. Oh ja, waarom? Nu niet per se omdat het nu enorm spannend is. Hè? Maar het is gewoon vaak zo dat doordat je de play-off 2 hebt van plaats 5 tot 8, geef je de kans aan ploegen die op plaats 9 tot 13 staan om toch nog te strijden voor die top 8. En in een andere competitieformat van het voorbije seizoen, ja, dan speelden zij meestal de laatste 4-5 wedstrijden voor niets meer. Ja. En nu dat waren echt al fijne seizoen. Voilà. En nu heb je toch spankracht daar onderin, in de lage middenmoot. En de ploegen die daar nog onder staan, die spelen voor niet te degraderen. Dus heb je een spankracht, vind ik, over heel het seizoen. Alleen Club Brugge is natuurlijk echt wel gaan lopen. Maar wat als je de pineut bent die uit die top 8 tuimelt en ja, die vroege vakantie krijgt? Ja, dat is... Daar moeten ze toch iets voor verzinnen, of niet? Ja, ik snap gewoon niet waarom dat de competitie in België zo vroeg moet starten. Hè. De komend seizoen start de competitie, denk ik, al 23 juli. Ja, dat is 2-3 weken vroeger dan andere landen. En het is perfect mogelijk om dat allemaal een beetje op te schuiven, denk ik, zodat die ploegen die nu net uit de play-off 2 vallen, toch nog een iets kortere vakantie hebben, waardoor het is gewoon heel vervelend. Als je na een nieuwe opbouw naar het nieuwe seizoen moet beginnen als trainer en je hebt spelers die 2 maanden, 2,5 maanden eigenlijk vakantie hebben, dus dan is er een keuze ofwel train je door. Zoals Gent misschien waarschijnlijk zal doen als ze play-off 2 niet halen. En, ofwel begin je gewoon iets vroeger aan de voorbereiding. Heb je in plaats van een klassieke 6 weken voorbereiding eentje van 8 weken waar je eigenlijk naar een tragere opbouw kan. Oké. Okay. Club Brugge is dus zeker van Europa volgend seizoen. Ja. Ook de kloof met de nummer 2 Antwerp is geruststellend. Zeker nu er toch een terugkeer is van het hart van de ploeg na een coronabesmetting. Wat er wel voor zal zorgen, denk ik, dat die eventjes tijd nodig hebben om het juiste ritme te vinden. Het heeft ook wel hard bij Philippe Clement ingehaakt. Dat is hectisch geweest, hè. Heel speciale periode. Om verschillende redenen. 1...
omdat ik nog nooit zo ziek ben geweest. Ik ben er echt heel slecht van geweest. Ja, een paar dagen zware koorts en vooral, ik ben nog nooit zo moe geweest in mijn leven. Gewoon niks energie niet meer. Echt helemaal kapot. Dus ja, het blijft een individueel verhaal, maar het is alleszins een lelijk beestje dat je niet in je lichaam wilt hebben. We verwachten van niemand dat ze 90 minuten gaan aankunnen in deze wedstrijd. En het zal kwestie zijn van de volgende weken die conditie terug op te bouwen. Want het is niet alleen ziek zijn en 14 dagen niet trainen, het is ook wat dat met je lichaam doet. Als je Philippe Clément dit hoort vertellen, dan zijn de sterkouders die coronabesmetting hebben gekregen, ja, die zullen niet al te fit aan de aftrap verschijnen of invallen straks tegen Standaar. Ja, er is nog heel weinig geweten over het effect van een coronabesmetting op topsporters. Dus blijkbaar zullen ze ook een cardiologisch onderzoek doen om te zien of het coronabesmetting... Ja, dat zal wel gebeuren, die hartscreens. Ja, voilà, dat is om te zien dat ze die zaken toch wel uitsluiten. Daarnaast hebben ze ook niet kunnen trainen. Hun longen die waarschijnlijk ook aangetast zijn. Hè, want Clément heeft daar enorm veel last van. Je hebt spelers die daar enkel geur en smaakverlies hebben. Je hebt dan andere spelers, zoals Tom Pietermaat, herinner ik mij, die daar ook wel enorm veel last van had. Heel moe was, koorts maakte. Maar ja, Club Brugge zit in een luxe positie op dat vlak. Ze hebben zo'n voorsprong opgebouwd van 15 punten dat ze nu de luxe hebben om te zeggen van kijk, Lang en Van Aken houden we nog even rustig aan de kant en daar gaan we voor een trage opbouw dat ze klaar zullen zijn voor de play-offs. Dat is natuurlijk de luxe die ze hebben met die 15 punten voorsprong. Ja. Ben je trouwens aan het sparen voor aandelen van Club Brugge? Oh ja, ik denk niet dat ik ga investeren in de aandeel van Club Brugge, maar ja, het is wel frappant. En de eerste Belgische club die dat doet. Ik zou mijn geld eerder steken in de aankoop van vaccins, zou ik zeggen. Dat zou op dit moment een betere investering zijn, denk ik. Oké. Gisteren speelde ook Eupen zijn bekermatch. Het schakelde AA Gent uit. En wie nog aan het surfen is op die euforie van gisteren, is Stef Peters. Hallo, Stef. Goedemiddag. Ja, proficiat moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Jullie staan op 2 wedstrijden van Europees voetbal. Ja, inderdaad. Dank u wel. Zoals gezegd, kan het heel snel gaan in de beker. En inderdaad, 2 wedstrijden en dan... 1 wedstrijd en dan zitten we in de finale. Ja, het zou heel mooi zijn voor Eupen. Er wordt vanavond geloot voor die halve finales. Waar hoop je op? Op welke tegenstander? Ja, vooral niet op Bruggen. Dat is denk ik wel... met uitschot de meest moeilijke tegenstander. En voor de rest maakt het op zich niet veel uit. Ja. En liefst thuis. Ja, dat heb ik jullie coach ook horen zeggen. Is dat omdat jullie het gras aan Keerweg liever hebben? Nee, maar qua de verplaatsing dan hoef je dat niet te doen. En ik denk dat we nu thuis wel een redelijk goed gevoel hebben. En dat we daar misschien wat comfortabeler zijn. Ja, ik wil ook babbelen over de Pro League natuurlijk, want we blikken hier vooruit elke week op het voetbalweekend in de Jupiler Pro League. In de competitie staan jullie een beetje in niemandsland geclasseerd. We pakken het klassement er eens bij en dan zie je dat Eupen 14e staat. Ja, enkel mathematisch nog niet zeker van het behoud, maar ook nog in running voor een na-competitie. Mikken jullie nog op play-off 2 of is het al aftellen naar een maand of 2 vakantie? Ja, ik heb zelf ook vorige week gezegd dat het niet meer mogelijk is. Alleen als je nu weer 2 wedstrijden nog eens wint, dan is het wel echt wel weer mogelijk. Dus, maar goed, we zijn blij dat we in de beker door zijn. Dat we toch niet nog 2 maanden moeten spelen voor niks. En ja, we zullen zien als we zaterdag winnen van Leuven en dan tegen Kortrijk winnen, dan is er misschien wel weer iets mogelijk. Maar op dit moment zeg ik nee. Oké, maar als je naar de kwaliteiten kijkt van jullie spelersgroep, dan zouden jullie wel aanspraak moeten kunnen maken, hè, op die top 8. Ja, inderdaad. Maar ja, oké, ik zeg ook altijd van als er dan zoveel kwaliteit was, dan stonden we misschien hoger. Maar ik denk voor Eupense begrippen dat er wel meer kwaliteit is als anders. En uiteindelijk wordt ook nu alles beslist in de laatste 2-3 maanden. En het zou voor ons natuurlijk mooi zijn als we daar een top zijn. Ja, het strookt ook met de ambitie van voor het seizoen, want Eupen mikte echt wel op een plek in die top 8. Jullie trokken ook grote namen aan. Adriano, die was gisteren tegen Gent en ook tegen Sint-Truiden eigenlijk een van de sterkhouders. Hij is ook niet, denk ik, naar de Oostkantons getrokken om echt uit te bollen. Hoe staat hij daar in de kleedkamer?
Ja, dat is heel speciaal om te zien. Ik denk, als je in de kleedkamer kijkt, kun je niet zeggen wie de verdedigers zijn. Dat is in mijn ogen het meest opvallend aan hem, samen met dan zijn tweevoetigheid. Maar ja, dat is heel mooi om te zien dat zo iemand gewoon er ook vol voor gaat en niet op ons neerkijkt. En hetzelfde geldt ook een beetje voor Andreas Beck, die 300-400 wedstrijden hier in de Bundesliga heeft en bij ons eigenlijk niet mag meedoen, maar ja, daar merk je niks aan. En dat zijn wel op een top profs. Ja, en ontfermen ze zich ook over de jonge spelers een beetje? Ja, zeker. Hè. En ook Andreas met zijn ervaring, die dan vaak de groep toespreekt met ja, wat hij vandaag dan bijvoorbeeld nog zei, dat het deze maand dat hier in alles wordt beslist. En dat je zomaar om 3-4 weken kan heel de situatie veranderd zijn, dat we daaraan moeten vasthouden. Ja. Mo, ik ga even naar jou. Net als voor play-off 1 zijn er heel veel gegadigden ook voor play-off 2. Maar hoe zie jij de kaarten als die geschud worden? Maakt Eupen nog kans? Oh ja, die wedstrijd, zoals hij zelf zegt, is heel belangrijk. Hè. Nu dit weekend tegen OHL. En dan Kortrijk, dat zijn twee wedstrijden die ze absoluut moeten winnen. En als ze nu dit weekend aansluiting kunnen vinden, dan kan het wel zijn dat ze nog net in die top 8 eindigen. Maar wie zit er nog buiten de top 8? Charleroi, Gent staan daar. Dat zijn ook natuurlijk drie ploegen die we daar nooit hadden verwacht en die nog alle zeilen gaan bijzetten in die laatste wedstrijden. Ja, we moeten ook eens kijken, Stef, naar het programma. Dus dit weekend inderdaad spelen de Pandas thuis tegen Leuven. Dan is er ook Kortrijk naar Zultewaargem, thuis tegen Standaar en uit op Charleroi om het seizoen af te sluiten. Dat is allemaal niet zo evident natuurlijk, maar wat zou er specifiek moeten veranderen aan wat de ploeg op dit moment doet? Hè? Want jullie hebben nu 6 op 15 in competitie. Dat zijn geen fantastische cijfers. Nee, inderdaad. Ik denk dat het vooral nu belangrijk is dat Moussona terug is. Dat is toch wel iemand die naar voren toe net die rust nog brengt en die kwaliteit aan de bal. En ook de spitsen beter in stelling kan brengen. En dan is het hopen dat dan een Previak zijn doelpunten blijft maken. Maar het viel wel op nu de laatste twee weken dat Moussona erbij was. En dat kan, omdat hij nog fris zit, zou dat wel eens misschien een missing link kunnen zijn. Ja, we hebben al veel over ploegmaats van jou gebabbeld, maar nog niet specifiek over Stef Peters zelf. Hoe blik je eigenlijk terug op jouw seizoen, puur persoonlijk? Qua veldspel denk ik dat het wel een van mijn betere seizoenen is. Alleen valt het wat minder op, omdat de statistieken niet zo denderend zijn dat ik maar 4 assists en 2 doelpunten heb. Maar ja, buiten die statistieken over mijn spel ben ik zeker niet ontevreden. Ja, hier in mijn zetel zit eigenlijk een gelijkaardig type, vroeger dan toch, met Stef Peters. Hoe vind jij hem voetballen? Want hij heeft inderdaad maar 4 assists. Maar als we naar de expected assists zouden kijken, moet het wel hoger liggen. Ja, ja, Stef is een speler die goed is in het doorvoetballen. Ja, en dan zijn er seizoenen bij waar je heel veel assists geeft en waar alles eigenlijk goed valt. Maar een beetje stille kracht op het middenveld in het doorvoetbal wordt vaak onderschat. Hoe belangrijk dat is. Soms gewoon door 3-4 meter juist te staan, creëer je ruimte voor iemand anders. Of een simpel paasje van 10 meter kan het hele veld openleggen. En daar is hij heel belangrijk in voor Eupen. Ja, het geeft misschien ook wel een beetje een vertekend beeld dat je maar 2 keer hebt gescoord en 4 assists. Is dat voor jou ook persoonlijk een beetje frustrerend? Nee, omdat ik meer kijk naar de speler die ik ben op dit moment. En als ik dan vergelijk met mijn jaar in Sint-Truiden, waar ik 13 assists had, dan sta ik nu veel verder als speler. Maar lijkt het alsof dat seizoen ik veel beter was. Maar dat is allemaal relatief. Ja, je bent voor ons niet echt een nobele onbekende. De coach van Eupen, Beniat Sanosé, die is misschien nog wel een beetje anoniem. Kan je hem eens een beetje kaderen? Wat voor type mens is hij? In eerste instantie een hele goede man. Misschien iets te goed voor de harde voetbalwereld, maar hij is altijd heel positief en probeert daar echt een nadruk op te leggen. Hè. En, met zijn Spaanse regime van qua trainingen misschien wat rustiger is door de week, maar dan om het weekend er vol tegenaan te gaan. Maar vooral het positieve is zeker wat ik bij hem zal onthouden en veel denken en een balbezit en alles met de bal. Dus hij slaat eigenlijk nooit bij een achterstand na 45 minuten hard op de tafel? Dat kan wel eens, maar ja, het is toch vooral dan weer daarna dat hij toch positief wordt. Dat is wel wat mij van hem zal bijblijven.
Ja, het is niet dat wat Hein van Azenbroek bij Gent eigenlijk een beetje tussen de lijnen heeft laten verstaan, dat als ze uit de top 8 tuimelen er een soort van strafkampvakantie aankomt. Heeft Beniat Sanosé al gezegd van jullie mogen niet op vakantie gaan, jullie moeten vol een bak trainen voor volgend seizoen? Nee, dat is bij ons toch niet ter sprake gekomen. Ja, want als je 17 april loopt het seizoen dan misschien af, als je de top 8 niet haalt, heb je al een vakantiehuisje geboekt aan de kust of zo? Want je kunt het land niet uit, hè? Ja, inderdaad. Het zou heel vroeg vakantie zijn dit jaar. Maar we hebben ook dan als Eupen zijnde niks vakantie gehad in de winter. Maar dat vakantiehuisje, dat hebben we nog niet geboekt. Ja, maar niet in de Ardennen, vermoed ik. Nee. Ik hoop dat die grenzen nog open gaan. Oké. Dit weekend, we hebben het al een paar keer gehoord, maar jullie spelen tegen OAL. Dat is geen simpele tegenstander. Hè. Die hebben maandag nog gewonnen van Antwerpen. Zijn volop in de race voor play-off 1. Wat voor wedstrijd verwacht je? Een moeilijke, veronderstel ik? Ja, ik denk het wel. Hè. Prijs gezien zal hij tactisch wel alles op punt hebben. En zijn befaamde lange trainingen die zullen er ook wel voor zorgen dat Leuven fysiek heel goed is. En ja, ze hebben gewoon jongens vooraan die in vorm zijn met doelpunten en assists. Dus dat is denk ik een van de moeilijkere wedstrijden van het seizoen. Oké, ik wil je bedanken om tijd vrij te maken voor Eleven Corner. En ik wens je veel succes dit weekend. Dank u wel. We moeten ook nog het volledige programma van de speeldag in de Jupiler Pro League erbij nemen. En ik wil Mo starten met een belangrijk duel zondagnamiddag tussen Mouscroen en Standard. Ja, een baie leien, schitterend gestart. Nu 3-18. Niet kunnen winnen ook in 6 wedstrijden. Wat hij zei na de nederlaag tegen Anderlecht over zijn spelerskern, ja, dat was er niet naast. Hij zei dat er toch een gebrek aan kwaliteit was om mee te doen voor de top 4. Zei dat om zijn spelers op te naaien? Of wat is de motivatie dat Leijen dan heeft? Baie leien is natuurlijk nog een jonge trainer. Begon natuurlijk wervelend aan het seizoen, 12-12. Oké, wel tegen ploegen, tegen mindere ploegen. Hoewel, ja, mindere ploegen in dit seizoen is een moeilijk begrip. Maar ik vond het wel frappant, omdat je bent nog volop in de race om toch die top 8 te halen. En ik weet niet of dat dan helpt om zoiets te zeggen. Hè. Ik weet niet, ook niet of dat je daarmee juist de spelers prikkelt. Mm-hmm. Anderzijds, als trainer heb je ook je eigen persoonlijkheid en moet je jezelf blijven. En als hij op die manier de nood heeft om dat te ventileren en daarna weer hard aan de slag te gaan, is dat geen probleem. Ja, hij laat zich gelden. Misschien ook wel iets dat hij geleerd heeft van Michel Prudhomme. Ja. Nu tegen Mouscroen, een team dat volop in degradatie nood zit. Die gaan met het mes tussen de tanden spelen. Wat verwacht jij? Wie gaat er winnen? Dat is een heel moeilijke wedstrijd om te voorspellen. Mouscroen zal het ook als een van zijn laatste kansen bezien om toch cirkelen nog bij te halen en die rechtstreekse degradatie of die na-competitiewedstrijd tegen Serijn waarschijnlijk te ontlopen. Ja, zaterdagavond, zaterdag sluiten we af op de Bosuil. Antwerpen ontvangt KV Kortrijk. De fans, of toch een gedeelte van de fans van Antwerpen, die vrezen nog om uit die top 4 te tuimelen. Denk je dat dat gaat gebeuren? Qua resultaten haalde hij wel de juiste resultaten. Ze kregen in het begin minder doelpunten tegen. Maar nu, ook met de Europese wedstrijden tegen Glasgow Rangers, krijgen ze ineens heel veel doelpunten binnen. En dat is iets waar ze niet op hadden gerekend. Nu met het programma voor ogen begrijp ik wel een beetje de angst dat ze nog uit die top 4 vallen. Hè. Ze spelen nog tegen Club Brugge, tegen Genk, tegen Mouscroen. Ja. Tegen Anderlecht. Dus dat zijn allemaal ploegen die nog volop in de running zijn voor iets. Want ook Mouscroen zal niet zo evident zijn voor Antwerpen. Ja, er is ook nog een maandagmatch tussen Gent en KV Oostende. We zeiden al dat het seizoen van Gent er eigenlijk spreekwoordelijk gezien dan toch al op zit. Maar wat verwacht je van de match tussen de Buffalo's en de Kusboys? Ik verwacht een interessante wedstrijd. Hè. Gent dat sowieso wel thuis iets zal moeten, het laken naar zich toe moet trekken. Anderzijds speelt dat misschien wel in de kaart van het directe voetbal van KV Oostende. Dus ja, ik kijk echt wel uit naar die wedstrijd. Ik verwacht daar wel vuurwerk. Ja, denk je dat Hein van Azenbroek soms denkt als hij Oostende onder blessing ziet voetballen van oeh, zo zou ik graag met Gent dit seizoen ook spelen? Ik denk dat er toch wel bepaalde principes van zowel blessing als Hein gelijk lopen. En dat is vooral de opbouw met drie achterin. Druk zetten van Oostende is dan wel in extreme vorm. Bij Hein is dat toch iets anders. En afhankelijk van tegenstander tot tegenstander, waar ze de druk gaan zetten.
Nu, ik denk dat hij vooral ook al bezig is met een analyse voor volgend seizoen. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar vooral achterin heel wat moeten bijkopen. Ze krijgen heel veel doelpunten binnen dit seizoen. Maar ook in de opbouw loopt het niet vlot. Ja, het voetbalvermogen van achteruit is niet wat het moet zijn. Voor Gent zeker niet in de filosofie van Heijn van Halsbroek, waar verticaliteit is, lijnen breken, heel belangrijk is. Ja, een match om naar uit te kijken. Dus zeker vast. Wil je bedanken voor je komst naar de studio. Altijd graag welkom. Gedaan, Michael. Volgend weekend staat volledig in het teken van de Crocky Cup. Er wordt dus bekervoetbal gespeeld in het weekend. Dan is er geen 11-coder, maar binnen 2 weken zijn we opnieuw op de afspraak om vooruit te blikken naar een mooi en hopelijk zonnig weekendje Jupiler Pro League. Tot dan!